Hallo allemaal, ik krijg super veel vragen van jullie binnen over de coronacrisis en de aanpak van het kabinet. En dat zijn hele terechte en begrijpelijke vragen. Ik ga in deze video proberen zoveel mogelijk van die vragen te beantwoorden. Zoals je ziet zit ik nu zelf in mijn werkkamer in de Tweede Kamer. Dus ik ben niet aan het thuiswerken zoals velen van jullie waarschijnlijk wel aan het doen zijn. Gisteren hebben we hier in Den Haag overleg gehad met de fractievoorzitters en Kamervoorzitter Ariep. Daar hebben we besloten dat we deze week tot... 6 april als Tweede Kamer zo min mogelijk debat te doen. En als we helemaal focussen op de aanpak van de coronacrisis. Dus aankomende woensdag gaan we ook weer in debat met premier Rutte en verschillende ministers over die crisisaanpak. En ik ben vandaag een halve dag in de Tweede Kamer om dat debat alvast een beetje voor te bereiden. En zoals ik al zei, ik krijg ik dus heel veel vragen van jullie binnen. En ik ga in deze video de 10 meest gestelde vragen beantwoorden. En de eerste vraag die ik heel veel krijg is. Wat ik ervan vind, dat de scholen en de horeca vanaf vandaag tot 6 april dicht zijn. Ik vind dat een hele verstandige keuze van het kabinet. Het grijpt natuurlijk hard in in onze samenleving. Veel mensen die nu thuis zitten met hun kinderen. Maar ook heel veel mensen die in de horeca of in andere sectoren werkzaam zijn. Die gisteren van het een op het andere moment de deuren moesten sluiten. En dat grijpt enorm in. Maar het is wel belangrijk, want we zien dat de afgelopen weken het aantal besmettingen van corona ook in Nederland flink is toegenomen. En we niet goed weten waar al die besmettingen vandaan komen. En het allerbelangrijkste is dat we voorkomen dat er een nog grotere piek, een nog grotere druk op onze gezondheidszorg komt te staan. En door in ieder geval horeca en scholen te sluiten, voorkomen we dat het virus te snel nog meer besmettingen maakt. En al die hardwerkende mensen in de zorg ja, de mensen die dat echt nodig hebben van de beste zorg kunnen voorzien. Ik krijg ook heel veel vragen van eindexamenleerlingen die nu ook thuis zitten en zich zorgen maken of dat ze dit jaar nog eindexamen kunnen doen. En dat snap ik, want als je jarenlang hard hebt geblokt en daarna uitkijkt om dit jaar een examen te doen en met je vervolgopleiding te starten, dan is dit nu opeens wel een hele spannende tijd. Gelukkig zie ik heel veel docenten die al via social media, uh, YouTube, uh, maar ook speciale uh, online lessen voor hun eigen klassen... hun eindexamenleerlingen helpen om toch zo goed mogelijk deze weken door te komen. Het ministerie van Onderwijs is samen met alle onderwijsorganisaties aan het kijken... of we de komende weken nog extra dingen voor eindexamenleerlingen kunnen doen. En zelf hebben we als D66 ook vorige week aan het kabinet gevraagd... om speciale tv-zenders in te richten voor zoveel mogelijk schooltv. En vanaf vandaag... Is dat al gelukt via de kanalen van NPO Online? Er zijn heel veel uitzendingen van schooltv beschikbaar, zodat ook jonge kinderen die nu thuis zitten toch zoveel mogelijk onderwijs kunnen volgen. Een van de vragen die ik ook veel krijg is wanneer je als ouder je kind nog naar school mag brengen. Gisteren heeft de minister besloten dat ouders die in vitale beroepen zitten hun kinderen alsnog naar school kunnen brengen, naar de kinderopvang, voor opvang van die kinderen, zodat je zelf als ouder. Aan het werk kan. Er is een lijst beschikbaar van wat die vitale beroepen zijn. Dat is natuurlijk met name in de zorg en bij andere hulpdiensten, maar het is breder dan dat, want we zien ook bijvoorbeeld hoe belangrijk supermarkten op dit moment zijn. Um, maar die lijst van de vitale beroepen kan je online vinden op de sites van de overheid en al die ouders kunnen hun kinderen nu naar school en naar de kinderopvang brengen. En er wordt per gemeente voor gezorgd dat er genoeg opvangplekken voor die ouders en die kinderen zijn. Ja, ik zei het net al, de zorg dat zijn toch wel de helden van de samenleving op dit moment. Jullie doen echt fantastisch werk, al die mensen die keihard aan het werk zijn in ziekenhuizen, in verpleeghuizen, op de ambulances om iedereen van de juiste zorg te voorzien. Maar veel mensen die in de zorg werken, vragen zich wel af: hoe zit het met mijn bescherming? De GGD, de ziekenhuizen en het Ministerie van Volksgezondheid zijn samen aan het werken om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk beschermende middelen beschikbaar zijn, dat die ook op een goede manier worden verdeeld. Over iedereen die in de zorg werkzaam zijn. De minister van Volksgezondheid heeft er ook ervoor gezorgd dat er extra voorraden naar Nederland toe komen, zodat we ons daar de komende weken geen zorgen over hoeven te maken. Maar wij blijven de minister daar heel kritisch op bevragen en roepen hem ook op om dat zoveel mogelijk samen met andere Europese landen te doen. Ja, ik kan hier vanuit mijn werkkamer uitkijken op het plein in Den Haag. En daar zie ik dat medewerkers uit de horeca nu alle terrassen aan het opruimen zijn. Want de horeca is sinds gisteravond dicht en dat moet in ieder geval tot 6 april zo blijven. Um, en dat is natuurlijk ja, een hele harde klap voor alle ondernemers in de horeca. Maar zeker ook voor iedereen die in de horeca werkzaam is en vaak maar hele beperkte urencontracten heeft. Um, nou, het kabinet is nu bezig om een heel steunpakket. Voor de Nederlandse economie te maken. En D66 vraagt dan vooral aandacht voor al die mensen die op flexcontracten zitten, mensen die als ZZP'er werken, kleine MKB'ers die hard worden geraakt door de sluitingen die de komende weken zijn afgekondigd. En ik hoop dat het in de komende dagen duidelijk wordt hoe het kabinet daar verder in gaat ondersteunen. Er is nu al werktijdverkorting mogelijk. Dan kan je als werkgever steun vragen voor de doorbetaling van je werknemers. Er zijn al duizenden werkgevers die daar nu al een beroep op hebben gedaan. Maar er moeten ook nog meer maatregelen komen, en wat mij betreft is ook specifiek voor ZZP'ers en mensen met flexcontracten. En als daar meer over bekend is, dan zal ik jullie dat natuurlijk ook laten weten. Een vraag die ik ook veel krijg is, gaan na de horeca en de sportclubs, de coffeeshops en de seksclubs ook nog alle andere winkels dicht? Nou, het is natuurlijk super belangrijk dat sowieso alle winkels waar we levensmiddelen kunnen kopen, dat die de komende tijd gewoon open blijven, zodat we ons geen zorgen hoeven te maken over voldoende eten of medicijnen. En dan wil ik ook heel graag de oproep van gisteravond nogmaals benadrukken: ga alsjeblieft niet hamsteren in die winkels. Er is voldoende voedsel op voorraad in alle magazijnen, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat de supermarkten hier op een gegeven moment niks meer kunnen verkopen. Maar als we allemaal gaan hamsteren overdag en er lege schappen zijn, dan zijn het juiste zorgmedewerkers die s'avonds een lege supermarkt aantreffen. En dat moeten we ze echt niet aandoen. Nou, ik zie ook op social media heel veel mensen die zeggen: gaat het kabinet straks alleen maar de grote bedrijven helpen en ondersteunen? Uh, en niet de ZZP'ers en MKB'ers. En nou, zoals ik net al zei, we moeten juist beginnen na te denken over hoe ondersteunen we iedereen die een baan heeft en die op dit moment geraakt wordt door de coronacrisis? En ja, dus de ZZP'ers, mensen met flexcontracten, gewone werknemers. Dan de kleine MKB'ers en natuurlijk ook, ook voor de hele grote bedrijven. Maar niet alleen maar voor alleen de hele grote bedrijven. Dat hebben we echt geleerd uit de financiële crisis. Eén nou, sector die ook heel hard wordt geraakt, is uh, de culturele sector, musea, evenementen. Uh, veel van die locaties die ook al sinds afgelopen weekend dicht zijn. Ik heb vorige week al uh, brede steun gekregen in de Tweede Kamer voor een speciaal noodpakket voor de culturele sector. Um, en dan gaat het niet alleen maar om de musea en de evenementen, maar juist ook om die vele kunstenaars, muzici, noem het maar op, die ook vaak als ZZP'er uh, werkzaam zijn in die culturele sector. En vandaag is er al overleg tussen de minister van Cultuur en allerlei vertegenwoordigers uit de cultuursector, zodat zo snel mogelijk duidelijkheid uh, komt over hoe deze mensen worden ondersteund. Een vraag die ook heel veel binnenkomt is hoe zit het met het vliegverkeer? Want op sommige landen uh, is er op dit moment geen vliegverkeer, zoals Iran, uh, de Italië, China, Zuid-Korea. Maar er zijn natuurlijk ook andere plekken op de wereld waar uh, veel besmettingen zijn. Nou, D66 heeft gevraagd om uh, met zoveel mogelijk Europese landen één lijn te trekken, waar er wel en geen vliegverkeer mogelijk is de komende tijd. En ik heb begrepen dat ze per dag bekijken welke landen eventueel ook moeten worden uitgesloten van vliegverkeer om verdere besmettingen te voorkomen. Dus kijk alsjeblieft vooral op de website nederlandwereldwijd.nl en daar vind je vanuit de overheid allerlaatste informatie over reisadviezen en over naar welke landen wel en geen vluchten mogelijk zijn. En mocht er op een gegeven moment geen vluchten meer mogelijk zijn naar bepaalde landen, dan wordt er ook gekeken of er speciale vluchten moeten komen om gestrande Nederlanders op te pikken. De laatste vraag die ik veel krijg gaat over de aanpak in Europa. Dit is natuurlijk een crisis die de hele wereld raakt. En juist binnen Europa wil je dat de lidstaten van de Europese Unie zoveel mogelijk samenwerken om beschermende middelen, straks misschien medicijnen, op een goede manier met elkaar te verdelen. En daar echt één lijn in te trekken. Ik woon zelf vlakbij de Nederlands-Duitse grens. En het is eigenlijk heel gek dat er een paar kilometer verderop in Duitsland nu andere regels gelden dan in mijn eigen dorp in Nederland. Dus, ik heb ook het kabinet gevraagd om met België en Duitsland nog beter samen te werken en één lijn te trekken in de maatregelen die worden genomen. Nou, dat waren de tien meest gestelde vragen die de afgelopen 24 uur bij mij zijn binnengekomen over de coronacrisis en de aanpak vanuit de Nederlandse overheid. Er gaat de komende dagen nog veel meer uh, nieuws komen, waaronder dan dat steunpakket voor de economie um, en, en wellicht nog verdere maatregelen als dat nodig is. Wij hebben op woensdagmiddag. Weer een debat met premier Rutte over de corona-aanpak. En als er meer nieuws is of meer vragen binnenkomen, zal ik jullie ook weer via deze kanalen proberen zoveel mogelijk antwoord te geven. En in de tussentijd, houd je zoveel mogelijk aan de regels en wees een beetje lief voor elkaar.